Hallo, mijn naam is Jan Roodhaard, productmanager veehouderij bij Limmergraan. We staan hier vandaag bij de Marke om een introductie te geven voor de Maïsdag. Ik ga het met jullie hebben over Agility, dat is ons satellietwaarnemingsprogramma. En natuurlijk noem ik een paar rassen, maar we beginnen eens even mooi bij Agility. Agility is het programma dat op basis van satellietwaarneming, temperatuurvoorspellingen, hoe de grond is en onze raseigenschappen exact weet hoe de maïs zich gaat gedragen. Voorspellend programma. Waar kun je er nou mee? Vooral belangrijk bij de oogst kun je op tijd inschatten wanneer de maïs klaar is. Omdat die voorspelt wanneer jouw optimale droge stofgehalte gehaald wordt. Dus dat weet je al ruim van tevoren. Dat betekent dat je op tijd de loonwerker kunt bestellen. Maar belangrijker dat je een goed rijp gewas maïs in de silo krijgt. Nou, om mee te beginnen gaan we de maïs volgen met vegetatie. Dat wil zeggen dat je lopend het groeiseizoen krijg je van jouw perceel krijg je informatie toegestuurd. Dus dit jaar nog met mail krijg je om de 1-2 weken informatie toegestuurd. En volgend jaar zal dat online zijn, kun je elk moment van de dag inloggen om je eigen percelen te volgen. Nou, wat zie je dan? Je ziet vanaf de beginontwikkeling, als die maïs opkomt, zie je hoe die zich gedraagt. Kun je eventueel kijken of alles goed gaat, of hij goed ontwikkelt. In tijden van droogte die we nou zo stilletjes op ons afkrijgen, kun je kijken of je moet regenen. En zo ja, of je efficiënt regent, of het water op de juiste plek valt. En het belangrijkste is dan, als we richting september lopen, dat je al op tijd ziet van hey, hoe gedraagt mijn maïs zich en wanneer kan ik oogsten? Er zit een heel betrouwbaar voorspellend gedeelte in, dus je bent er op tijd bij. Daarnaast geeft je ook nog aan hoeveel ton maïs dat eraf komt. Dus dat betekent gewoon dat je met je logistiek daar helemaal rekening mee kunt houden. Heb ik voldoende opslag? Moet ik eventueel verkopen? Eventueel nog aankopen? Of maak ik er eventueel nog CCM van? Dat zou ook nog kunnen. Dus daar zijn modules waar je mee kunt werken. En volgend jaar ben je online iedere dag erin, dus daar werkt het helemaal perfect. Nou, we hebben dan nog meer. Uiteraard laten wij onze nieuwste rassen zien. We hebben een heel scala aan rassen. Ik wil er toch even twee noemen. Dat is onze LG31205. Gekenmerkt door hoog zetmeel, hoge opbrengsten. Die al een paar jaar het grootste ras in Nederland is vanwege die eigenschappen. En daar komt een nieuw broertje of zusje bij. Kijk maar hoe je het noemen wilt. Maar in de familie komt de LG31206 eraan. Die staat er ook bij. Sommige van jullie hebben hem al een keer ingezet. Nou, die heeft een nog hogere opbrengst qua droge stof. Een nog hogere opbrengst qua KFM. Kortom, die maïs die staat er. Die kun je komen bekijken. En we geven je ook netjes uitleg over Agility. Dus we zien jullie graag op de maïsdag in september en ik zou zeggen tot dan.